kennis maken met elkaar en de laatste ontwikkelingen horen. Dat deden de Almeloze herenboeren zaterdagavond in het Natuurhuis. Vanavond hebben we een kennismakingsbijeenkomst met de aspirantleden voor herenboerderij Almelo. Herenboerderij Almelo, wat is dat? We zijn met een groep kartrekkers, we zijn nu met 16 kartrekkers, bezig om 20 hectare grond te verwerven. Waar we zelf ons eten, zowel groenten, fruit, als dieren op kunnen gaan verbouwen. We hebben 200 inschrijvingen nodig, dat zijn 500 monden. En die kunnen we voeden met die 20 hectare. We hebben er nu 37 inschrijvingen, dus we willen naar 200. Dus we hebben nog even te gaan en vandaar dat we in ieder geval kennis willen maken met de mensen die al wel een intentieverklaring hebben getekend. Die zeggen, nou, we vinden dat een heel goed initiatief en we ondersteunen van harte. En toch denk ik, herenboeren, waar komt die term vandaan? Een herenboer is eigenlijk een boer die zoveel geld heeft dat hij andere mensen voor zich kan laten werken. En dat is bij ons niet helemaal het geval, want de mensen gaan zich wel inderdaad, ze kopen zich in, ze worden lid van de coöperatie. Maar het is wel, we vinden het wel heel fijn als vrijwilligerswerk kan gaan doen en helpen op de boerderij. Het hoeft niet, maar ze zijn wel heel welkom. En ik heb toch ook begrepen dat er ook wel een echte boer komt, hè, die verstand van zaken heeft. Ja, dit is geen veredelde moestuin. We krijgen wat ze noemen 1,4 FTE aan boer. Dus het zijn twee boeren die een part-time baan hier aan hebben. En dan hebben we een gemengd bedrijf, dus zowel de landbouw, de akkerbouw als de veeteelt. Zeg, en deze boer dan, hè, van de herenboeren, verdient hij een goed salaris? Ja, deze boer komt in loondienst, dus hij is altijd verzekerd van zijn salaris. En het risico van het hebben van een boerderij, dat heeft hij niet. Dat draagt de coöperatie in principe. En hoe staan de plannen er nu voor? We zijn hard op zoek naar grond. We zijn Almelo aan het kijken waar we mogelijkheden hebben, wie heeft welke grond. En we zijn eigenlijk, ja, of, dat is heel belangrijk, dat we grond vinden. En daarnaast natuurlijk de leden, maar zonder grond werkt het niet. Dus daar zit eigenlijk nu de eerste prioriteit. En hoe ver komt die boerderij nou van Almelo vandaan? We hopen eigenlijk in een straal van 10 kilometer de grond te vinden. Nou, dat zou betekenen dat mensen 15 tot 30 minuten zouden fietsen. En dan bij de boerderij kunnen zijn om elke zaterdag de groente en het fruit op te halen. Ja, en het liefst met de fiets, hè? Liefst met de fiets. We proberen namelijk... De groente die we verbouwen is biologisch, niet met het keurmerk, maar het is wel ons minimale niveau, natuur inclusief. En dan willen we het natuurlijk ook, dat is goed voor de aarde, dus het is ook goed voor de aarde om te komen fietsen, om het op te halen.